Ja, ik was gewoon echt toe aan rust of zo. Dus ik dacht op stilte-retraite naar Korea. Hallo, welkom met Squid Game. Ik had een locatie uitgezocht, Squid the Game, nog nooit van gehoord. Luisteren jullie ook naar Suzanne en Freek? Ik ben best wel fan van Suzanne en Freek. Dat kennen ze helemaal niet in Korea. Young man, please, pay attention. Ja. Jullie hebben dus nog nooit van Suzanne en Freek gehoord? No, we have no idea who Suzanne en Freek is. Ik ken de Korea eigenlijk alleen maar van Gangnam Style en van Peking Eend. Nee, Peking Eend is Chinees. Oh, nou ja, dan alleen van Gangnam Style, maar het klonk wel als de juiste plek voor rust. Sleep well, take some rest, you might need it. Nou, dat liep even helemaal anders. Oh, zet die wekker uit. Ik had het op zich kunnen weten, hè? Geen reviews op TripAdvisor, het kostte allemaal geen drol. Yo, zet die wekker uit, mafketel. Ik kreeg geloof ik zelfs geld toe als ik er lang genoeg zou blijven. Even rustig picknicken. Ik heb er nooit van gehoord in Korea. Ik bellen naar die eigenaar, een Netflix. Mr. Flitch? Yes, what? Hoe is Marcel? I'm sorry, gotta go. Überhaupt niet te bereiken. This is not normal, hoor. I want really my money back. En ondertussen werd die week alleen maar helser en helser. Knikkers tegen mijn hoofd. Smakkende gasten om me heen. Al mijn spullen op een gegeven moment uit die slaapzaal gejat. What the fuck? Waar zijn al mijn spullen? Het kost me uiteindelijk 9 afleveringen voor ik eindelijk die eigenaar een keertje aan de lijn krijg. Press 4 for friends. Press 5 for breaking bad. Press 6 for Suzanne and Freak. Okay. I'm really sorry. I have no idea who they are. Ja, het is mij wel duidelijk. Daar heb je dus niks te zoeken, Korea. Ja, behalve als je van Peking heen houdt. Nee, dat is dus Chinees. Nou ja, dan überhaupt niks. Ja, hoewel, ik heb wel een leuk Sinterklaas cadeautje meegekregen voor mijn zusje. Dus, dat is wel schattig.